Mijn gast vandaag is Pieter Koblenz, voormalig MIVD-baas en generaal-majoor buitendienst. En natuurlijk mag jouw vraag ook aan hem gesteld worden, want we hebben de kettingvraag en die gaat door. Wat zou je willen weten van hem? Nou, ik ben een beetje geïnspireerd door Asito Kanko. Dat is een dame die in de Telegraaf een column schreef over de radicale islamische probleem van ze allemaal. En die citeerde, ik citeer uit, kwaad is niet de vreedheid van slechte mensen, maar de onverschilligheid van goede mensen. Willen we mensen zijn die onrechtvaardigheid accepteren of door de vingers zien, of mensen die resoluut voor vrijheid zijn? En mijn vraag aan hem is, als wij vrijheid zo ongelooflijk belangrijk vinden, zouden we er dan niet voor moeten zorgen dat wij daar de juiste aandacht aan geven en dat mensen die daar anders over denken dan maar heropgevoed moeten worden? Omdat dat namelijk, naar mijn mening, de voedingsbodem is voor mensen die gekke dingen doen. En of het nou, maakt niet uit welk fundamentalisme, maar die uit om allerlei onredelijke dingen, zaken die doen, die onze vrijheid, waar we 2000 jaar over gedaan hebben, in het geding brengen. Ik ga die vraag natuurlijk aan hem laten horen, maar als we daar nu samen over doorpraten, dan maak jij de brug vanuit Hamas als terreurorganisatie, geflankeerd door Iran, wat uiteindelijk, het stopt voor Iran niet bij Israël. En dat wil jij dat we hier meer bevechten? Absoluut. We hebben gezien dat de band tussen Iran en Jemen, er zijn vanuit Jemen, heeft men geprobeerd kruisvluchtwapens af te vuren vanuit Jemen helemaal op Eilat. Dat is onderschept door Amerikaanse schepen, las ik van de week. Ze doen er echt alles aan om de ellende die we in de wereld hebben te vergroten op basis van hele fundamentalistische ideeën waarbij ze hun eigen bevolking onderdrukken. Nou, ik vind in ieder geval dat wij als Westen, het is ooit begonnen na 9-11, de War Against Terror, het kaartensysteem wat de Amerikanen inbrachten van mensen die echt gegarandeerd fout waren. Wat mij betreft mogen de Israëli's een nieuw kaartensysteem beginnen, waarbij we tenminste als westerse landen onze vrijheid die ons hoog zit, bevechten door dat soort mensen uit te schakelen of voor goed op te bergen. Maar Biden, de Amerikaanse president, zegt ook van verlies je nou niet in de woede en de fouten die wij hebben gemaakt na 9-11. Dus dat is natuurlijk wel een advies wat je er ook van vindt. Ben je het daar niet mee eens dan? Jawel, maar men heeft natuurlijk behoorlijk lang over gedaan om te beseffen dat een grondoorlog à la Tweede Wereldoorlog door Irak even in te nemen of Kuwait te ontzetten, dat de problemen niet oploste. Want daarmee open je vaak de doos van Pandora. Want zo'n land wat, laten we zeggen, niet zo ver in ontwikkeling is als wij, laten we het dan zo maar zeggen, een beetje arrogant. Ja, op het moment dat je daar de deksel van het potje afhaalt, gaan allerlei belangen, krijgsheren, alles gaat in de war. En wij proberen dan even, dat hebben we ook in Afghanistan geprobeerd uit te leggen, hoe je binnen de kortste keer daar een democratisch systeem van kan maken. En dan liefst ook nog in 2 jaar, zodat we op tijd terug kunnen naar ons eigen land. Zo werkt dat niet. Zo werkt het niet en je zegt gewoon uitschakelen. Ik zou zeggen, als wij, we weten veel, we kunnen ook heel erg veel. Als wij ons stinkende best doen om mensen die zich fundamentalistisch gedragen te identificeren en bloot te stellen, ja, dat is een gevecht dat zal misschien wel eeuwig duren. Mm-hmm. Maar we kunnen niet toelaten dat dit soort mensen zich samenspannen en dan weer iets veroorzaken. En is de MIVD hier dan daar ook mee bezig om dat allemaal in kaart te brengen? Ja, de inlichtingen die ze zijn niks anders dan verzamelen van jigsaw puzzelstukjes die een puzzel presenteren van zo zie je het eruit. En ja, maar dan kom je toch ook tot de kaartenbak? En daar moet de politieke leiding dan van vinden of ze dat ook willen of kunnen. Die kaartenbak kun je met een aantal diensten wel maken, maar je moet dan wel politieke backup hebben of een politieke opdracht hebben. Die is er niet. In ons land. Nou, ik denk niet dat daar in Nederland, dat we daar een beetje te klein voor zijn om daar zo tegenaan te kijken. Maar als wij dadelijk het verschil willen maken in NAVO-verband en om een stap te maken als de Amerikanen na Trump, als hij weer terugkomt, zich meer concentreren op Azië, dan zullen we echt ons eigen broek omhoog moeten houden. Dan moeten we iets bedenken waardoor we dit soort situaties proberen te voorkomen en niet eerst wachten totdat we hier weer een of andere aanslag krijgen. Dat willen we niet. We willen ook niet dat landen andere landen binnenhollen. Dus we zullen iets moeten bedenken waarbij we op basis van de informatie over steeds beter en slimmer worden om daar de foute mensen eruit te halen en die bloot te stellen. Terug naar de oorlog Israël en Hamas, of tenminste daar hebben we het de hele tijd over, maar wat minder nu de impact die het uiteindelijk allemaal heeft op ons. Maar naar dat grondoffensief waar we het gesprek ook mee begonnen. We hebben die eerste relatief grote aanval gezien, maar jij zei het zal waarschijnlijk bij dit soort aanvallen blijven. Kan je een beetje schetsen hoe de Israëliërs nou getraind zijn om daar het werk te doen en of zij
opgewassen zijn ook tegen Hamas. Want Hamas wordt natuurlijk ook getraind en met hulp van Iran. Dat klopt. Ja, dat weet je natuurlijk nooit 100% zeker. Wat ik wel weet is dat van de week hoorde ik iets over urban warfare. Dat is een Engels woord voor het laten plaatsvinden van gevechten in steden die ongelooflijk bloedig zijn. Stalingrad, voorbeelden werden genoemd. Ja, achter iedere raam kan een scherpschutter zitten. Dus dat is heel bloedig. En de Israëli's trainen er heel veel op. Je hebt daar zelfs, je noemde van bij het voorbereiden een spookstadje. Ik weet niet precies of het daar ligt, maar ook in het westen maken we gebruik van nagemaakte dorpen en steden om onze troepen, onze eenheden, met name special forces, daarop te trainen. Dat ze dus dat kunnen overleven en toch de gewenste informatie boven water kunnen halen of een gewenste doel halen. Nou, en voor wat betreft de huidige situatie is natuurlijk prio 1 is gijzelaars. En we weten bijna zeker, of we weten 100% zeker, dat die voor een gedeelte in het ondergrondse tunnelsysteem worden gevangen gehouden. Nou, dat is een ongelooflijk groot uitgebreid systeem. Heb je het wel eens gezien? Ik heb het in Korea gezien. En ik heb het niet gezien in het Midden-Oosten. Ik heb het wel gezien in Korea. Nou, je staat verbijsterd. Soms naar tientallen kilometers lang waar hele treinen doorheen gaan. Vanuit Noord-Korea en Zuid-Korea werden ontdekt. En je wil natuurlijk niet, zeker in zo'n klein land als in Israël, dat je aan het front met je soldaten staat en dat je achteruit de tunnel je tegenstander tevoorschijn komt en je een kopje kleiner maakt. En dan binnen Gaza heb je gewoon een hele ondergrondse wereld waar zelfs ziekenhuizen, heb ik niet gezien, maar wel zelfs ziekenhuizen zouden zijn, waar wapenopslagplaatsen zijn, waar ze zich natuurlijk veilig weten. Ja, en de Israëli's zullen er alles aan doen om dat te molesteren. Ja, en dat eigenlijk nog niet is gebeurd, is dat eigenlijk gek? Dat ze zo lang dat hele tunnelcomplex hebben kunnen aanleggen. Ja, maar dat tunnelcomplex loopt onder ziekenhuizen door. Daar zitten wapenopslagen in. Het loopt onder huizen door. Dus alles wat je daarin vernietigt, alles wat er bovenop staat, gaat mee. Mm-hmm. Dus dat is nou juist zoiets waarbij je zegt, ja, is het dan wel of is het niet proportioneel? En bovendien, als je weet dat gijzelaars erin zitten, dan is het een hele dappere beslissing. Nee, dat begrijp ik in het nu, maar dat het eigenlijk al die tijd al gebouwd heeft kunnen worden, had daar niet veel eerder wat aan gedaan moeten worden. Maar wie zegt dat niet zo is? Ja. Ja, precies. Ja, dat is ook waar, ja. Maar niet voldoende dan blijkbaar. Nee, je kunt niet, als er geen oorlog is met een ander land, al die tunnelsystemen om zeep helpen. De Taliban hadden het ook in Afghanistan. De Russen hebben dat met chemische strijdgas, hebben ze gewoon uitgerookt en vermoord. Ja. En toen vonden de Taliban nog leuk en daarna niet meer. Heb jij nog hoop op een exit-strategie? En wie zou daar de belangrijkste rol moeten spelen? Qatar, Saudi-Arabië, waarbij het natuurlijk helemaal is geklapt, hè, nu richting 7 oktober. Die toenadering werd niet geaccepteerd door Iran en Hamas. Nou, ik vind in ieder geval, als militair geweld nodig blijft, dan moet het precisie zijn. Dat in ieder geval. Mm-hmm. Met zo min mogelijk nevenschade. En er is volgens mij maar één instantie die we daarvoor bedacht hebben die hier een oplossing kan bieden. Dat geldt overigens hetzelfde in de Oekraïne en bij andere strijdtoneel. Dat zijn de Verenigde Naties. Maar ja, zolang wij een veiligheidsraad hebben waarbij iedereen maar voortdurend zijn veto gebruikt, dan is het natuurlijk een redelijk machteloze organisatie. Misschien de topman die ligt behoorlijk onder vuur, omdat hij heeft gezegd van die aanval op 7 oktober is vanuit een vacuüm ontstaan, waar toch wel werd geïnterpreteerd dat het een soort goedkeuring was voor terreur, wat hij weer ontkent natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar goed, dat is allemaal een politieke uitspraak. Wat mij om gaat is dat we geen mechanisme, nadat de Volkenbond Verenigde Naties is geworden, geen mechanisme hebben kunnen bedenken dat als een meerderheid van de landen iets vindt, dat we daar met vredestroepen naartoe gaan en dat de partijen daadwerkelijk uit elkaar halen op straffen des doods. Kijk, vergeet niet, bij Libanon zitten nu ook VN-eenheden die dadelijk, als het een beetje fout gaat, Israëli's en Hamas-leden links en rechts voorbij zien lopen. Ja, dat helpt natuurlijk niet met je blauwe helmpje. Mm-hmm. Dus als wij niet in staat zijn om internationaal er iets aan te doen, één land kan het niet. De Verenigde Staten wordt voortdurend belachelijk gemaakt als we hebben opgetreden in Afghanistan, Irak of weet ik veel, dat kijk eens wat voor puinhoopje achterlaat. Dan is de doos van Pandora geopend, dat je net vertelde. Niemand wil er 100 jaar blijven zitten. Dus nee, als het militair geweld moet worden ingezet, dan moet het precisie zijn. En als wij willen dat we daar echt mee kunnen ophouden, dan moet de status quo beveiligd worden door de internationale gemeenschap, maar dan ook echt beveiligd. Dan past dan ook geen raketaanvallen op Israël in. Daar moet dan ook meteen de hand in worden gehouden. Maar ja, dat is makkelijk gezegd, hè? Dat is van achter een microfoontje. Ja. Hoe het zou moeten.
Eén ding is zeker, zolang we dat niet bedacht hebben, hebben we met elkaar afgesproken dat iedereen het recht heeft op zelfverdediging. En als België morgen begint raketten af te schieten op Nederland, denk ik niet dat we zeggen, ja, het zijn zulke leuke mensen, laat maar zitten. Dan hebben wij ook het recht om ons te verdedigen. En dat is het enige waar we ons nu een beetje af vast kunnen houden. Dank je wel dat je weer in dit uur wat inzicht hebt gegeven achter de schermen hoe het gaat. En we zijn natuurlijk nog lang niet uitgesproken hierover, maar het uur zit er toch weer op. Dank je wel, Pieter Koblenz, voormalig baas van de MIVD, generaal-majoor buitendienst. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.